Video van Samsung, en dacht ik: van bij mezelf, van ik hou van Apple, het is een goed merk, een merk die echt veel dingen laat tonen, dus ik dacht: laat ik een deel 2 over de Apple maken. <coughs> en dan hebben we het direct over de iPhone 13. Ja, die gaat misschien begin oktober begin oktober of november ongeveer komen, want Apple is altijd een beetje de persoon die altijd een nieuwe speeltjes kun wel zeggen speelgoed een beetje altijd te laat aankondigt eigenlijk, dus een beetje te laat is altijd. Maar er zijn geruchten dat de nieuwe iPhone Ongeveer er zo uit kon te zien. Iets kleiner. Met de voorkant van de kamer. Met de dinges. Wel drie camera's nog steeds. Jammer. Dit is tien keer beter. De vier camera's. Want dit zou echt mooi zijn. En lekker plat. En in alle soorten kleuren die we wilt hebben. Zoals. Oh, mooi kleur rood. Je zou maar in het rood krijgen. Je zou maar in het rood krijgen. Maar er schijnen geruchten rond te gaan dat ze de iPhone zo willen, uit willen zien. En moest eens kijken, helemaal randloos. Je ziet nergens oplaadknoppen meer. Geen, wordt geen aan- en uit voor geluid en dergelijke. En zo zeggen ze dat dit een beetje de gerucht is voor de nieuwe iPhone. En dat die zo aan de achterkant komt te zien. Nou, fucking vet. Mocht hij er zo echt uit komen zien, dan ga ik weg bij Samsung en sluit hem aan bij Apple. Maar het zijn geruchten. We weten niet zo zeker of het zo eruit komt te zien. Maar één ding weet ik wel: als hij uitkomt en hij kon er echt zo uitzien, dan zou het wel echt flink wennen. voor iedereen om geen geluidsknop meer te hebben en dat dan ook. Dus dat je hoe het, moet, met je vinger moet, overheen moet wrijven of iets dergelijks. Om hoe het om geluid aan of uit te Zacht of harder te zetten. En er zijn een beetje de geruchten. En dan gaan we naar de iPad. De iPad is een ding. Waar we jarenlang mee. Het, in 2011 mee begonnen. Dus 10 jaar lang iPad, nu is het misschien zo'n 12 jaar, 11 jaar, 12 ongeveer. Of misschien 13 jaar. Maar ja, de iPad, wat moet ik ervan zeggen? Het is een leuk apparaat. Het gaat jarenlang mee vanwege de chip. En je krijgt heel veel waarde voor je geld. Zoals de iPad R, de iPad Mini en de iPad Pro. Maar ook de gewone iPad. Je hebt vier edities van de iPad. Ik vind het persoonlijk de iPad met, hoe het, met twee camera's en met die bump vind ik persoonlijk het gaafst. Maar het zijn geruchten ongeveer. Dat ze bij de, de, hoe heet het, de, de, de iPad R willen toevoegen. Dat ze hoe heet het, drie camera's zullen toevoegen. Dus je hebt er al twee maar het zult, ze willen nog één erin bouwen en er schijnen ook geruchten rond te gaan dat ze in de iPad ik weet niet of het zo is ja dus daar zo dat ze die camera in plaats van aan de zijkant net zoals met de eerste wordt dat of zit die in scherm verwekt volgens mij wel maar Boeiend. Ik dacht dat er ook een gerucht was: van het zou waarschijnlijk de camera in het scherm verwerkt zitten, maar die zit al blijkelijk in het verwerkt. Helemaal in verwerkt. Hm, misschien mag Samsung dat ook even een keer doen met hun met toestellen: de camera in verwerken en helemaal in helemaal een scherm, dat je de camera niet meer ziet. Want dat zou echt gegund zijn. En dan gaan we naar de Apples. Apple staat al jaren bekend als hoe heet dat, als comic voor hoe heet dat, voor voor gehoordingen. Dus zoals de Apple Airpods. Maar waar blijven de nieuwe? Ik gok dat de nieuwe Apple Airpods, misschien de gewone Apple Airpods, dus de Pro en de gewone versie, dat die heel anders eruit komen te zien. Ik heb zo'n vermoeden dat ze dit ding, dus dat hele stukje, weg gaan halen. Een heel klein stukje overhouden. En dan de case wat verkleinen. En dat je nog een, met één een stukje een klein beetje kan ver. Ja, hoe zou je het zeggen? Ver, kunnen, kunnen opladen. En dat de rest allemaal lekker makkelijk eruit komt zien. Want hoe, hoe gunstig zou het zijn? Als je hier een stuk, dus als die R weg is, dus een paar centimeter hoger, voordat je het bovenste gedeelte bereikt, dus ongeveer heel dichtbij, het weghaalt. Omdat je gewoon wordt het compleet, en als Samsung heeft, een soort van butsachtig. Hoe gegund zou dat zijn? En ja, er zijn geruchten ervan. En nu dat we toch bij de computers zijn van Apple. Ik snap nog steeds niet dat Apple die computers van hun, dus hun laptops, hoe heet dat, niet een speciale modus voor hebben gebouwd. Dat je hem ook kan omklappen en dat je hoe heet dat, een soort van tv, en mini tv hebt. Want hoe gegund zou het zijn als je een laptop hebt en die kun je helemaal achterover buigen met het scherm, en dan heb je een soort van mini tv. Of dat je erop gamen of wat je ook mee wilt. Hoe gegund zou dat zijn? Maar ja, het zijn misschien leuke dingen voor de toekomst. Ik weet niet of het gaat gebeuren. Maar één ding mogen ze wel doen. Als ze het doen. Apple maakt het dan eventjes heel erg vet. En dan niet zo'n klein beetje vet, maar dan erg vet. Want ja. Het is amazing. Ja, en dan gaan we naar de draadloze opladen. de laatste. Hopelijk, ik weet niet of er geruchten van zijn, gaan ze die opladen. Ik zal hem eventjes erbij halen. Hallo boer.com, nu wil ik van boer.com even mede om ik geld te hebben. Het zijn waarschijnlijk, ik weet niet of die gerucht waar is dat ze de, deze apparaatje zo erg willen verkleinen en dat je op je smartphone kan plakken en zonder draad dus dat je de draad gewoon in kan doen en dan wordt dat dus, dus je plakt hem eigenlijk gewoon achterop en dan een soort van volgens mij ik heb iets gehoord van richting 30 watt dus dat is echt veel en dat hij binnen nog geen Half uur, dus ongeveer een, ongeveer, dus je laat wij spreken 1 uur op, en hij is half 1 klaar, dus dat is dan gewoon een half uur. Dat hij dan opgeladen is, dus dat je telefoon 100% vol is. Dus hij is bijvoorbeeld van om 1 uur 1% nog, en dan naar die tijd, boem 30 minuten tijd, 100%. Het zijn geruchten. Ik heb het al gehoord van wat aantal mensen die zeggen van ja, zo kan het misschien eruit zien. Zo kan het misschien eruit zien. Op internet heb ik wel redelijk dingen over de Apple-dingen gezien. Het zijn dus geruchten dat, ze, dus, dat je dit ding gewoon achter op je iPhone kan gaan plakken in de toekomst. En dat je, het, dat je alleen nog een draadje mee moet nemen. En als je ergens bent, je daad hem erop en dan heb je hem opgeladen. En dan zijn er ook waarschijnlijk geruchten dat je je Apple Watch of je Apple Apple's erop kan leggen op de andere kant. En dat het meedraadloos wordt opgeladen direct. Want dat zou echt gegund zijn. Want wie wil dat nou niet? Hm? Ja, dan gaan we naar de nu echt de laatste, want ik kwam er net achter. De Apple Watch. Ik ben benieuwd hoe de nieuwe Apple Watch eruit komt te zien, ik gok zelf dat hij ongeveer net zoals deze ontwerp eruit komt zien, dus gewoon een beetje vierkant afgewerkt. En dan hopelijk wel groter, weer van Italië, en dat je de zijkanten van de randjes in allemaal soorten kleuren mag kiezen. Dus dat je bijvoorbeeld zegt van, nou ik wil hem in blauw hebben, dan heb je een zijkantje met blauw. Of in het groen, of in het rood, of in het oranje, of pimple -puis. Net zoals dit dus, ongeveer. Of, joh dat vind ik gewoon te lelijk. Maar ja, jullie begrijpen wat ik bedoel. Hopelijk gaat Apple dat toe doen. Want dit is gewoon fucking vet. Echt maar ja, er zijn geruchten van dat we het, dat is misschien in echt verschillende soorten clips zullen doen. En het mooiste zou echt geweldig zijn, vind ik, als je de Apple Watch, de Apple Airpods, je iPad en je computer en je iPhone, dus dat je allemaal dus apparaten, dus iPad, de Apple Watch, je iPhone en je Airpods op de computer kan leggen. En allemaal apparaten binnen een paar minuten tijd worden opgeladen, draadloos. Dat zou echt de ideale plek ideale zijn voor de Apple-dingen. En ja, wat zou dan gebeuren? Dat betekent dat je minder opladers hoeft te kopen. Dan zou het betekenen dat je, hoe heet dat? Dat je, ja, minder opladers hoeft te kopen. Dat betekent minder in, meer, minder energieverbruik en dat betekent extra waarde voor je geld en misschien moet apple hoe heet dat, dus al hun al spullen kunnen laten, laten draadloos kunnen opladen dus bijvoorbeeld je hebt een ipad en je koopt een nieuwe zit dus geen oplader bij want je kunt hem zelf draadloos opladen dus dan leg je gewoon die hoe heet dat dat ronde schijf dingetje wat jullie zien erop is dus voor de iphone dus je doet hem daarop. En dan doe je de naast alle, alle zijkanten wat er op nog overblijft. Leg je daar je spullen neer. Je doet het aan, dat ding. En alles laat op. Hoe handig is Zou dat zijn? Maar ja. Er zijn geruchten. Ik weet niet zo zeker of het gaat gebeuren. Als het gebeurt, zou het zo vet zijn. En ik hoop dan zo erg dat het. Apple dan wordt het ermee aan de gang gaat met die ideeën maar over de iphone 13 ben ik zo enthousiast over vier camera's hopelijk en de vingerafdrukscanner erin misschien een, eindelijk een keertje een amoled scherm in plaats van een lcd scherm want dat zou echt vet zijn en misschien een keertje wordt het in plaats van hoe dat Kleine maten voor de iPhones. Lekker groot. Want de iPhone 12 Pro Max die is 6,7. En die andere blijven in de 6,1. ongeveer hangen. En volgens mij nog een andere maat. Dus de mini en de gewone. Maar de pro blijft gewoon in de 6,1 hangen. Maar ik snap dat eigenlijk niet. Zulke grote telefoons. Maar toch, die kleine, die kleine, 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 kleine scherm, kan ik het wel zo noemen. Want net zoals dit. Hoe mooi zou dit zijn? Een reg mat regenboog iPhone. Hoe vet zou dat zijn? En je zou worden als je een grotere iPhone hebt, kan je heel veel kosten gaan besparen. Want als we wij spreken een 4000 mAh accu erin sturen te stoppen. En weggaan bij die, hoe heet het, die lage resultatie en solutie aan accu's, dan kun je minstens op zijn minst, als ze ook met de chip een beetje goed doen. Dus in plaats van 5 jaar lang met de chip, 8 jaar lang mee met de chip. Dus dan heb je bij spreken, nu koop je bij spreken dit jaar een iPhone 13. Oh, leuk, ik een iPhone 13. En dan kun je op minstens verwachten dat er nog minstens zoveel, zoveel jaar nog ooit dat garantie mee blijft gaan. En dat je dat niet het risico loopt dat de dat chip na 5 jaar ophoudt, maar dat ze na, na plaats van 5 jaar 8 jaar ermee ophoudt en ja, dan kun je wel denken van na twee jaar van ik wil een nieuwe iPhone, aan zou je dat doen? Als die iPhone 13 goed meewerkt, een hele goede chip heeft, wat je dan nog tegen die tijd nog minstens vier jaar lang meegaat, aan zou je dat dan doen? Dan zou je dat doen? Het is gewoon geweldig gewoon hoe, dat, hoe Steve Jobs in 2007 is begonnen met de eerste iPhone en dat het een succes werd. En hier bedoel ik deze mate 5,4 uur wat weinig uur wat een lage resolutie maar iedereen hoopt dat dit ding snel verdwijnt de oplader of misschien ik weet niet of het waar is dat ze die dat ze de UC-poort gaan toevoegen en dat ze die lightning corrector of hoe dat ook heet weghalen ik weet niet of dat waar is. Ik weet niet wat er precies allemaal die dingen de waarheid is. Maar het zou wel mooi meegenomen zijn. En ja, ik bedankt voor jullie kijken, voor het abonneren. Vergeet zeker niet het blauw duimpje omhoog te doen. Dan zeg ik één later.